Maar daar vindt ook de officiële openingshandeling plaats. Alfaat heeft bedacht dat het grote tableau van kleine werken, de Phoebus-serie, de World Stress-serie, dat iemand, het kan iemand van het museum zijn, het kan een gast zijn, een werk mag wisselen. Een werk naar keuze mag hangen op de spijker op de kopse wand. En de eerste die dat mag en zal gaan doen is Anatolu. En dus ik wil u uitnodigen om op gepaste afstand naar de eerste ruimte te lopen. Dat zegt misschien iets over mijn dramatische inborst. Wat ik er zo prachtig in vind, is, ja, twee dingen. Je ziet natuurlijk de regen vallen. En daarboven is het licht. En het blauw. Dus het is een ontlading van iets. Van kracht, van een bepaalde kracht. En dat vind ik er zo mooi aan. Dus ontlading en hoop. Licht. Blauw. Dat was mijn keuze. Ik ben enorm gelukkig met de samenwerking. Met de prijs die we delen in feite. Tenminste, zo vond dat wel. En met het resultaat en in die aanwezigheid. Ik ben erg ontroerd door Anna's verhaal. En laten we maar even ontspannen en kijken. Dank jullie wel.